feel paralyzed. Hallo kijkers van DJ Lu, welkom bij aflevering 7 of 8, ik denk dat het 7 is, nee 8, van Eurotruck. We hebben al een nieuwe lading aangenomen met een DAF van het nieuwe model. En we gaan vorige trucks van Diege naar Mannheim in Duitsland brengen. We krijgen daar 6000 euro voor, wat ons dan ook een bedrag van 36.000 euro gaat brengen. De levering is klaar om te vertrekken. Het is nacht. Maar dat maakt niet veel uit. Ik zou zeggen, we gaan eens vertrekken. Natuurlijk krijgen we deze... Zit ik op de juiste kant naar de uitgang toe? Nee. Ik denk dat het verderop is. Is er toch een doorgang? Ja, daar is echt een doorgang. What the fuck? Oké, dat moeten we even gaan fixen. Heel leuk. Kijk, toen we naar ergens tegenop gaan rijden. Zit de vraag waar het dubbel staat? Nee, niet gelukt. Dus gelukkig is het niet gebeurd. We rijden dus met een DAF met vorige F-trucks richting Duitsland. En natuurlijk, gelijk vorige week, gaan we het weer speedbuilden. Na een beetje praten met jullie. Het is nu terug, hoeveelste week is het nu weer dat het upload. Ik denk de derde week dat we terug zijn, is dit. Als ik me niet vergis. En of de tweede? Nee, dit. Nee, de derde is dit, want ik zit nu voor zoveel. Ja, het is de derde week dat we terug uploaden. En zondag is een special aangekomen van Disneycraft. En vanaf nu gebruik ik voor iedere video special Disneycraft die intro van het Disney kasteel. Want dat is eigenlijk niet het Disneycraft kasteel, maar het kasteel van Walt Disney, zeg maar. Zoiets is het. Ik weet niet hoe precies, maar dat is die intro van wat normaal Walt Disney staat aan New Minecraft Pictures. Ik heb het ook maar gewoon gedownload en ik heb hem in mijn video's geëdit. Gaan we dadelijk al crashen? Ja, denk het niet. We zijn er niet goed vertrokken, maar ben er weer blij mee dat we nieuwe aflevering van Eurotruck spelen. Ik vind Eurotruck echt zo'n geweldig spel. Natuurlijk, op de site kan je alle info over Eurotruck terugvinden. Onder het tabletje games staat alle info en die komt van Wikipedia. Ik heb ze niet zelf erbij geschreven, gewoon die komt echt gewoon van Wikipedia af. Dus er kunnen normaal gezien geen fouten in staan, aangezien die dus van Wikipedia afkomt. En dat is voor elke game, voor Minecraft, voor Eurotruck, voor Hunger Games en niet voor Disneycraft ook niet, want het wordt gespeeld in Minecraft, dus de info staat er ook op Minecraft. Maar ik zal misschien wel eens, als het kan, een beetje info geven over de server van Disney en ook over Hunger Games en over Survival. Maar Survival, dat is wel eigenlijk wel logisch. Dan hebben we nog, wat hebben we dan staan? Digit, maar dat is in het Engels, die moet ik eigenlijk Nederlands gaan zoeken. Dan hebben we op vrijdag Brothers in Arms zet erbij. Rollercoaster zet erbij en met Rollercoaster eindigen we nog. Dus alle info komt gewoon van Wikipedia af en Rollercoaster zijn nu 2 afleveringen ver. En deze week komt de derde aflevering online en dat is eigenlijk hoe Rollercoaster is gestart in het nieuwe jaar. Die serie, want de aflevering van de meeste series loopt Disneycraft, die is al bezig van rond november. Is die al bezig, want toen was het nog Halloween. Dus ja, Disneycraft is al redelijk lang bezig. Survival is bezig vanaf het begin van het jaar. Eurotruck is al van vorig jaar bezig. Digit is bezig van dit jaar. Wat is nog bezig van dit jaar? Wat maandag hebben we opgepakt? We kijken even. Disneycraft niet. Eurotruck ook niet. Hunger Games is bezig van dit jaar. Digit is bezig van dit jaar. Brothers in Arms is bezig van dit jaar. Rollercoaster is bezig van dit jaar. En Survival. Dus alleen Eurotruck en London Disney zijn bezig van vorig jaar al. De rest is allemaal al bezig van, is pas bezig van dit jaar, zijn pas 3 afleveringen weg. Dus de 100ste aflevering komt, we weten niet wanneer. Maar de 100ste aflevering van elke serie wordt natuurlijk wel een special. Misschien beginnen we eerst met de 50ste aflevering een special te doen. En voor hetzelfde geld wordt die 50ste live gestreamd. Gelivestreamd. Maar dan moet ik mijn programma's goed kunnen instellen. Want ik neem dus op met Fraps, neem veel geheugen in voor een paar minuutjes. Maar het heeft een goede kwaliteit en het enige nadeel van Minecraft heeft een beetje lag. Maar OBS heeft streaming en dat heeft Fraps niet, wat ik wel jammer vind.
maar dat maakt niet uit. Dus ik moet OBS dan goed kunnen, ja, goed kunnen corrigeren om met no lag Disneycraft te gaan livestreamen. Dus dat is al één ding. Maar dat is binnenkort. Waarschijnlijk komt er komt sowieso eens een Disney livestream, eens een Hunger Games livestream, eens van iedere serie livestream. Ja, niet van iedere serie, maar van die games waar je zo niet echt een vast parcours hebt. Gelijk Eurotruck heeft geen vast parcours. Rollercoaster wel, want daar ben je bezig aan dingen. En als sommige de mensen de livestream niet hebben gezien, die gaan dan... Oh, wat is dat? Draai. Nou, dat moet even opletten. Maar binnenkort komen er dus livestreams en... ik denk dat het dat zo wel was voordat we de speedbuild ingaan. En we doen deze brok wel even nog erbij. En daarna gaan we de speedbuild invliegen. En ja. Dus de speedbuild invliegen. Ja, graag hoe ik zeg, maar we gaan de speedbuild invliegen. Maar oké, we moeten dus een redelijke brok nemen. Naar Mannheim toe. Met onze Aflux. Dat kan dus kunnen. En ik zie denk ik geen auto komen. Nee, nope. En ik moet dus eigenlijk nog een plugin installeren op OBS. Om intro's en zo te kunnen doen. Want er komt nog een nieuwe outro. Volgens mij wordt dat een outro die na de ding wordt gespeeld. En niet in de video zelf komt. Maar eigenlijk nog na de video die dan begint. Maar daar moet ik nog iets voor verzinnen. Maar de intro, ja, dat is een speciale Disneycraft intro die ik nog apart moet renderen, want dat is eerst een vergelijking met de echte en de Minecraft versie die ik eruit gaan halen en dan moet ik de dingen zelf apart renderen, zo gebeurt. Ga ik dadelijk ook doen en dan ga ik aan een nieuwe outro werken, op zondag nog, want zondag is het, het weekend is eigenlijk opnames voor maandag, dinsdag, woensdag, woensdag is het dan opnames voor donderdag, vrijdag, zaterdag en ja, ik doe zoveel mogelijk in het weekend. Maar natuurlijk hebben we ook nog school, dus dat moeten we niet vergeten. Waarom zie ik het licht van een blitzer? Iemand die zo koplappen dingen zit. Maar niet jongens, wij gaan voor die 223 km in-game lekker speedbuilden. Enjoy nou van de video. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Stands out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. Yeah, shooting, shooting. 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 Yeah, shooting, shooting.
even get some calls. Geweldig, en we hebben level 5 ook nog gehaald, yes. Dat betekent dat wij een just in time kunnen toevoegen. En dat houdt in, just in time is... Dit is met een dringende levering. Soms zullen bedrijven iets echt op tijd hebben en wij kunnen dus ook al explosieven vervoeren. We hebben lange afstand, tot 350 kilometer. We hebben hoogwaardevracht, we hebben breekbare vracht en we hebben binnenkort een milieuvriendelijk rijden. Maar dat zal misschien voor een aantal afleveringen laten zien. We zitten in level 5, we hebben €37.180 en dat is zeg maar 1/3 voor een vrachtwagen. Laten we even kijken, we hebben hier onze truckdealers op een lijstje staan. We zullen even gaan kijken bij de Volvo truckdealer hoeveel de laagste vrachtwagen kost. En dat gaan we dus even bekijken. We gaan naar de Luxemburg afrijden, dus naar de grote showroom van de Volvo. Om daar eens kijken te nemen over hoeveel deze Volvo nu kost. Voilà, deze Volvo kost €99.000. De Labier is voor 101. Dit is een met een grote chassis, dus is 146. 100. Zo mooi. Die switch de dingen. Die is ook als voor level 16 beschikbaar. En die kan ook kopen. Deze ook. Deze twee. Deze twee heeft een iets meer pk motor. Deze vindt 460. Deze heeft bijvoorbeeld 540. Stuur het links. Ja. Dan wel. Ik denk dat we binnenkort ook deze gaan doen. Maar dat is dan voor dan. We gaan het spel even eerst opslaan. Voor de zekerheid. Dat we niks verliezen. Spel opslaan. Ja. Voilà. Ons geld is opgeslagen. Het zit veilig in onze bank. En tegen jullie zei ik. Volgende week. Dinsdag. Gaan we een nieuwe test. In Europa.